Het is de Europese Robotica Week. Dat betekent dat er heel veel robots op steen zijn hier in Nederland. En ook hier in de studio. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt zelfs robotprofessors. Eén van hen is vandaag hier bij ons. Stefano Stramigioli, welkom van de Universiteit Twente. Je hebt allemaal verschillende robots meegenomen. En deze is nogal nieuwsgierig. Ja. Toch? Hij kijkt even rond. Hij vindt het leuk hier. Ja? Hallo. Wat ben je blij vandaag? Oh, hij kan ook knikken. Kijk eens. Wat is er speciaal in deze robot? Naast dat hij er heel erg grappig uitziet. Deze robot kan zien. Hij heeft een camera. En dan, hij kan dus de beelden die hij ziet analyseren en op basis daarvan bewegen. Oké, dit ziet hij dus allemaal. Ja. En hij kan dus ook emoties tonen, toch? Ja. Als ik hem laat schrikken. Boe! Nou, dan doet hij niet zoveel. Oh, jawel. Ja, dan schrik je ervan. En als ik iets heel liefs tegen hem zeg, hè, wat zit je haar leuk? Dan wordt hij weer blij. Ja, dus daar kan je mee interageren. Dat is wat mensen vaak denken over robots. Er zijn menselijke achterwezens, zoals de hoofd of de nauw bijvoorbeeld. Ja, nou laten we even ook naar de nauw gaan kijken. Dag, dag. Leuk, leuk je te ontmoeten. Deze vind ik ook echt helemaal fantastisch, want dit is nauw. En ja. Wat is er zo bijzonder aan hem? Nou, het is een klein mensje, hè? Dus hij is klein, hij kan bewegen, heeft benen en armen. En dat is eigenlijk een robot. Een robot is een soort mens, hè? En waar de motoren van de robot zijn de spieren van de mens. En hij kan ook zien, hij heeft ook een camera. En op basis van die beelden kan actie ondernemen. Okay. En eigenlijk de computer die erin zit, is zijn hersenen. Dus hij bekijkt, hij doet wat mee met die informatie en hij beweegt op basis daarvan. Maar doet hij dat dan allemaal zelf of heb je daar dan ook hulp bij nodig? Dan zijn er twee soorten robots. Er zijn autonome robots, dat doen ze helemaal zelf. Of er zijn robots die in telemanipulatie werken, waar je eigenlijk een beetje hulp krijgt van mensen. Wat is telemanipulatie? Dat is dus dat ze hulp krijgen? Ja, dus de idee is dat ze... Ja, dit is Seb Live. Hij kan ook praten, hoor ik. Ja, hij kan ook praten. Ja. En dan kan hij proberen. Ja, dan gaat hij nu even lopen. Ja. Misschien is hij een beetje bang. En dat doet hij allemaal gewoon uit zichzelf? Nu doet hij automatisch. Wie vindt robots echt heel erg tof? Ja, kom jij eens even hier. Want ik heb begrepen dat... misschien moet je even een beetje andersom komen staan. Zodat de mensen thuis het ook zien. Wat vind jij zo tof aan robots? Dat ze het zelf kunnen. Dat ze het zelf kunnen. Maar we hebben net gehoord, je kunt ze misschien ook wel een handje helpen, toch? Ja, probeer even te zeggen of die wil gaan zitten. Wil je zitten? Check hem gaan. Niet op die andere robot gaan zitten, hè? Hallo. Oh. Kijk nou. En nu weer opstaan. Wil je nu weer opstaan? Hoppakeetje. Te gek. Is dit Seb Live? Ja, dit is Seb Live en hij praat dus gewoon. Dat hij zegt dat het Seb Live is, dat is ook wel echt heel erg grappig. En wat gaat hij nu doen? Ja, hij vindt mij leuk, dus hij wil gewoon altijd bij mij zitten. Ja, volgens mij loopt hij mijn kant op. Ja, dat zou dat wel zijn. Ja. Wat vind je ervan om dat zo te bedienen? Gaaf. Ja, volgens mij zei hij nog, wat zei hij nou? Touch my bumper, dus probeer dat hier te drukken. Heel zachtjes. Dit voetje. Zijn zijn bumpers. Nou, druk hem maar eens op. Oeh, vond u dat leuk? Hij wil je laten zien waarschijnlijk hoe karate, een beetje tai chi. Kijk uit, hè. Oh. Dat is natuurlijk ook een robot, dat is dan wel jammer, weet je. Dan denk je dat je een van de allerduurste robots hier in huis hebt. En dan legt hij gewoon bijna het loodje. Ja, is hij nou kapot? Nee. Heb je hem kapot gemaakt? Nee Sven, nee, grapje, je hebt hem niet kapot gemaakt. Jij mag weer eventjes lekker gaan zitten. Maar ik kan misschien die andere robot proberen te helpen. En waar kan ik wat anders laten zien? Vertel, wat is dit dan voor robot? Dit is een andere soort robot. Dit is... Het is geen mens. Hè? Dat ziet er niet uit als een mens met armpje en benen. Ja, maar dat vind ik zo leuk aan dit soort dingen. Als ik aan een robot denk, denk ik inderdaad aan echt een wat human-achtig figuur. Ja. Oh, er gaat hier in een spin. Ja. Maar dat is niet altijd zo. Wat hier bijvoorbeeld, hè, zo'n arm vind je vaak in de industrie. En hij wordt gebruikt om dingen te doen. En die arm is nu gemonteerd op een, wat het heet, een mobiele platform. Die kan zich verplaatsen in de omgeving en dingen doen. Dus dit is de arm, hè? En die zijn eigenlijk de benen, maar het is eigenlijk een karretje. En deze wielen zijn hele bijzondere, dus hij kan ook zijwaarts bewegen bijvoorbeeld. Maar wat is eigenlijk... Nou, gaat het weer bij liggen. Het is een beetje chaotisch hier met al die beesten die je... Kijk, er hangt hier ook nog een spin aan mijn been. Ja, ga er maar lekker op zitten. Maar inderdaad, want dit is meer eigenlijk leuke spelendingetjes. Maar deze en wat hier ook is eigenlijk om de mensen ook echt te helpen, toch? Ja, bijvoorbeeld wat we hier zien is een robot die gasleidingen kan inspecteren. Ja, mensen zijn te groot om in een gasleiding natuurlijk in te duiken. Ja. En hiermee kan je dus... hier is een kleine demonstratie. Maar we hebben een
echt een systeem waar we aan het maken zijn voor de gasleiding in Nederland. En dankzij wieletjes en kan hij draaien, kan hij rondgaan in de buis. Dus inderdaad, naast dat het hele leuke speeltjes zijn eigenlijk, zoals deze hier. Hi, ja, we zijn hier nog steeds. Gezellig, hij vindt het nog steeds leuk. Is het dus ook heel handig om robots te hebben, omdat ze echt mensen kunnen helpen op plekken waar wij niet kunnen komen. En we hebben heel veel ongelukken gehad, bijvoorbeeld in Nederland, voor ontploffingen. Ja. En het idee is, zo'n robot kan zorgen dat die ongelukken niet meer krijgen. Ja. Omdat hij gaat binnen de buizen kijken en alles een kleine lekkage ziet. Gaat hij dan doorgeven en dan wordt direct gerepareerd voordat een ontploffing gebeurt. Nou, dat is heel, heel erg mooi. Denk je dat de robots ons uiteindelijk gaan overnemen? Want nu moeten ze nog een beetje bestuurd worden en zo. Natuurlijk is altijd een robot is een machine. En ook wat Asimov zei, kunnen we gewoon altijd outpluggen. En robots kunnen alleen hier in deze wereld zijn om ons te helpen. Niet om wat tegen ons te doen. Het is dus Robotica Week, de Europese Robotica Week. Ja. In heel Nederland, op heel veel verschillende plekken zijn robots te zien. Wil jij nou ook deze robots van dichtbij bekijken? Dat kan allemaal bij deze professor bij de Universiteit van Twente. Hartelijk dank voor je komst. Heel graag gedaan. De studio vol met robots.